Sandra. Angela met Simone. Sandra is ontvoerd. Oké, dank je. Wat is er aan de hand, Simone? Ik ben gebeld door ene Dirk en die zegt dat hij Sandra heeft ontvoerd. En ik kan de politie niet bellen, anders zie ik Sandra nooit meer terug. Waarom Sandra? Hij zei dat hij een reunie van Fries wou. Reunie van Fries? Ja, die wil dat niet. Maar wat heeft Sandra ermee te maken? Nou, haar moeder, Gulo, was de manager van de band. Bedoel je dat Gulo bekend was? Bekend, bekend. Daar zit ze nu dus in een afkeerkliniek. Haar ex-vriend, Johnny, was de zanger van de band. Hem mocht ik wel. En de rest niet dan? Die andere jongens hebben Gulo stuk gemaakt. Het zijn echt hele asociale mensen. Is er een manier om Johnny te bereiken? Gulo heeft vast wel ergens een nummer. Moet er zijn, ergens. Het is 5 jaar geleden dat Johnny hier voor het laatst is geweest. Ze hebben allemaal geen contact meer gehad sinds die tijd. En waarom is hij dan nooit weggegaan? Ja, het ging echt steeds slechter met Gulo. Hij wil daar niet zien sterven, denk ik. Het is wel heel triest, maar ook voor Sandra. Ja, het is een opeenstapeling van voorvallen geweest. Ik kan het ook wel begrijpen. Sandra was meestal toch bij mij. Kunnen we het nummer van Johnny niet aan Gulo vragen? Het lijkt me geen slim plan. Dan moet ik haar gaan uitleggen wat er aan de hand is. Gaat ze echt helemaal door het lint. Waar zoek je de telefoonnummers nou weer op? Hoe heet het nou weer? Een telefoonklapper. Ja. Ongelooflijk, hoe kun je dat nou missen? Dat is een rare plek om je telefoon op te bergen. Johnny, oh, gelukkig. Met Simone, het nichtje van Gulo. Sandra is ontvoerd. Ja? Ja, oh, dank je. En? Hij komt hierheen, zo snel als hij kan. Gelukkig. Ik blijf hier tot hij er is. Dat is fijn. Het duurt even voordat hij er is. Maar hij komt, dat weet ik zeker. Het is Johnny. Gelukkig. Ik ben Angela. Ik ben Johnny. Laat me even bij, Simon. Wat is er allemaal aan de hand? Nou, ik werd dus een poos geleden gebeld door een Dirk. Dat was ongeveer toen Sandra thuis had moeten komen van school. Nou, en hij zei dat hij Sandra had ontvoerd. En we hoefden ons geen zorgen te maken. Maar we moesten de politie niet bellen, want anders zagen we haar niet meer terug. Ja, en hij eiste een reunie van Fries. En dan zou Sandra pas vrij laten tijdens het concert. Wat is dat voor een gestoorde meloot? Een echte fan? Laat het hopen. Hoe bedoel je? Klinkt allemaal vrij onschuldig. Sandra zou niet snel iets overkomen, denk ik. Maar? Ik ben hier lang niet geweest, Simon. Klinkt raar, maar ik voel me wel medeverantwoordelijk. En ik ga jullie helpen. Oh, gelukkig maar. Ik zou echt niet weten wat ik moest doen. Gaat het lukken om Fries bij elkaar te krijgen? Heel eerlijk gezegd, denk ik niet. Mijn eigen broer heb ik al 5 jaar niet gesproken. Laat staan de rest van de band. Zijn ze dan echt zo vreselijk? We zijn niet voor niks uit elkaar gegaan. En daarom zit Gulo nu in een afkikking. Op dit moment beter daar dan hier, denk ik. Nee eens. Zou eigenlijk kapot gaan in zo'n situatie.
Wat moeten we nu doen? We moeten op een idee komen. Heel goed nadenken. En wachten tot de band weer bij elkaar komt. Ja. Maar hoe? Hoe lang heb je die malat in de lijn gehad? Nou, een minuutje denk ik. Gaan jullie maar slapen. Ik bedenk wel iets. Goed idee. Ja. Echt vol moe. Ik ben slapen, Johnny. Ik snap niet dus hoe Simone in kan slapen. Ik denk dat ze moe is. Heb je al iets bedacht? Ja. Ik heb het opgeschreven. We moeten Sandra ziek melden van school, want dat gezeik kunnen we niet hebben. Adressen van de jongens moeten we allemaal achterhalen. En ik ga proberen het telefoonnummer en de locatie van die Dirk te achterhalen. Adressen en telefoonnummers konden die van jou nog maar net vinden. En Simone zegt dat hij niks meer herinnert aan Fries in huis. We zullen zo eens in de kelder kijken. Simone zegt dat de kelder al jaren op slot zit en ze heeft de sleutel ook niet. Die heb ik. Gulo kan een junkie zijn, maar dat heeft ze niet weggegooid. Nee. Ik ga morgen naar de platenmaatschappij en ik ga de reunie bespreken. Dat wil je toch niet? Nee, maar ik ga ze het echte verhaal vertellen. Dan hoop ik dat ze meewerken. Dat is een heel goed idee. Als dat zo is, kunnen we de band veel geld beloven. En daarvoor doen ze wel mee. Hoe verzin je het? Door het op te schrijven. Dat is alles. Zullen wij vast in de kelder gaan kijken? Een goed idee. Dan kun jij misschien die nummer alvast opzoeken. Ja. Goedemorgen, Angela. Wat is hier aan de hand? Oh ja. Ik heb de adressen van de bandleden opgezocht. Waar heb je die troep gevonden dan? Johnny had de sleutel van de kelder nog getest onder al zijn oude spullen. En waar is Johnny zelf gebleven dan? Die heeft Sandra ziek gemeld van school en is daarna naar de platenmaatschappij gegaan. Ziek gemeld? Platenmaatschappij? Ja, hij gaat daar het verhaal vertellen op de hoop dat ze meewerken aan een schijnreunie. Wat? Ja, dan kan hij bij de jongens langs gaan en ze een hoop geld bieden. Dan werken ze wel mee in tijd. Zo, ik ben blij dat hij ons helpt. Daar was ik nooit op gekomen. Hij schreef het zomaar op. Heb jij al die adressen gevonden dan? Allemaal. En hoe laat komt hij weer terug? Ik denk als hij het nummer van Dirk heeft getraceerd. Hij blijft me verbazen. Hoe wil hij dat gaan doen dan? Sorry Simone, dat was me te technisch. Hij riep alleen, komt goed. Zo, en dat voor een automonteur. Bizar. Simone? Ja? Het is toch eigenlijk allemaal best maf. Joh, echt? Nee, het gebeurt niet elke dag dat mijn nichtje hoort ontvoerd. Ja, dat ook. Maar dat je opeens met een superartiest in de kamer zit. Ja, dat moet voor jou erg raar zijn inderdaad. Maar ik ben het gewend. En dat hij je zomaar helpt. Ja, dat is echt super. Maar goed, hij is ook 5 jaar peetvader van Sandra geweest. Hij heeft meegeholpen met de opvoeding. En stiekem denk ik dat hij ook nog best veel voelt voor Gulo. Het straalt niet echt vanaf, hè? Nee, dat niet. Maar hij was echt gek op haar. Johnny was de beste vriend die Gulo heeft gehad. Dat vind ik zelf, maar dat zegt Gulo zelf ook nog regelmatig. Vindt Gulo ook nog steeds erg dat hij wegging dan? Ze heeft het nooit kunnen verwerken. Na 5 jaar nog niet? Liefde is een vreemde ziekte. Dat lijkt. Gulo zong ook heel vaak onder de douche. Oh ja? Dat had ik niet vandaag verwacht. Wat zong ze dan? Ja, ik weet het niet precies, maar iets van mijn, oh mijn, oh ik heb zo'n pijn, oh zo pijn tot over mijn oren, smoor verliefd op jou. Wat geinig. Hoe kwam ze daar nou weer op? Volgens mij is het een tekst van Henny. Ik wist niet dat het nog zo diep zat. Jammer dat het zulke hufters zijn geworden. Hoe kan het dan ineens? Tja, ik denk dat Johnny zou zeggen, drugs maakt meer kapot dan drank en liefde goed kunnen maken. Ik denk dat we daar maar op moeten houden. Ik hoop maar dat Johnny's ideeën gaan werken. Ach, anders ik wel. Sandra is vast doodsbang. Weet jij eigenlijk wie de vader is van Sandra? Stiekem denk ik Johnny, maar dat gaat Gulo nooit vertellen. Ik denk dat ze dat geheim zelfs mee haar graf inneemt. Waarom?
Ik denk dat ze zich enerzijds niet gebonden wil voelen. En aan de andere kant wil ze laten zien dat ze de opvoeding zelf wel aan kan. Dat blijkt. Ja, ze heeft het toch goed belegd bij mij. Kom, Sandra, je dat dan niet zelf vragen? Ja, dat is toch ook een manier? Tja, Johnny zei al dat alles net iets anders is dan bij andere mensen met gezinnen. Ja, maar genoeg tijd gedaan. Ik ga ontbijt maken. Ga jij maar zonder de douche. Ja, lijkt me goed idee. Ik zit onder het stof. Hey, Johnny. Hey, Chad, jongen. Oh, joh, nou heb ik het 40e symfonie van Beethoven gemist. Ja, dan zit je die zomaar weer lekker op. Het is wel een beetje. Je moet me eerst even helpen, jongen. Ja, maar wacht even. Hoe ben je er eigenlijk binnengekomen? Ik had de deur dichtgemetseld. Ik heb je puin eruit gereden. Oh, nou ja. Zonde, metsel ik wel weer in elkaar. Maar heb je zin in een sigaartje toevallig? Ik ben gestopt met kopen. Met kopen? Maar dat is niet zo mooi. Maar in dat geval, is je dan een inktvis of een hankaas? Ik moet nog rijden, jongen. Je moet me echt even helpen. Oké. Maar waarmee kan ik je dan helpen, mijn wel edele knakker? Gisteren is er gebeld door iemand. Ik moet weten waar vandaan, door wie en eigenlijk ook nog waarom. Waar vandaan, door wie en eigenlijk ook nog waarom? Juist. Oké. Nou, ik heb hier een winning van het jaar patent op aangevraagd. Ik denk dat ik je daarmee wel kan helpen. Dat zou mooi zijn. Ik heb wel wat gegevens nodig. Heb ik. Ik heb ze... Is een telefoonnummer genoeg? Waar naartoe gebeld is? Bijvoorbeeld, dat zou al goed helpen. 020? Eens even kijken, 020, moet ik even hier zien. Ja, 020. 460. 460. 85. 85. 72. 72. 31. 31. Het zijn er 10, hè? Het zijn er 10. Ja, hij is bezig. Er komen wat resultaten tevoorschijn. Wat is dat nou allemaal? Ja. Er is gebeld vanuit een psychiatrische instantie in Wolfenhezen en via El Capone. En 80 nummers. Wanneer moet het ongeveer geweest zijn? Tussen 3 en 4, gistermiddag. Tussen 3 en 4, komt er een resultaat uit. Zie jij, jij zou trots op je zijn, man. Ja, Dirk Achterberg, die bezit een apparaat waarmee hij dat soort dingen kan doen, bellen. Dat heet een telefoon. Een telefoon? Een telefoon. Hij heeft gebeld. Ja, dat komt overeen met wat jij... Zeg je ook iets, Dirk Achterberg? Nee, helemaal niks. Tussen 3 en 4. Ja, even kijken waar hij op dat moment was. Ja, dat zou misschien wel handig kunnen zijn. Even hier kijken. Ja, wat is dat nou? Dat is 026754. Wacht eens even. Is hij op tilt geslagen? Nee, dat... Dat komt me bekend voor nu. Dat is in Pampus geweest. Pampus? Krijg nou borsten zeg. Ja, het is Pampus. Pampus? Pampus. Dus, kan je dat zo weten dan? Op basis van de coördinaten. Het zijn coördinaten? Het zijn coördinaten die de plaats aanduiden. En Pampus is gelokaliseerd. Juist. Nou jongen, je hebt me enorm uit de brand geholpen. Brand! Zullen we even een fikje gestoot? Kijk uit! Nou ja. Ben jij dat, Johnny? Deur is open. Johnny, wil je ook zo'n pizza? Ja, lekker. Volgens mij ben je erg moe, Simon. Ik weet niet wat het is hoor. Ik weet het niet. Maar hoe ging het? Ik hoop dat Angela alle adressen heeft kunnen vinden. Dan kunnen we beginnen. Ik ga me toch niet vertellen dat het gelukt is, hè? Ze doen mee. Was geen enkel probleem. Ik heb er gelukkig nog wel enig krediet. Hoe is het mogelijk? Ze hadden zelfs horen naar een echte reden. En wat heb je gezegd? Dat als ze met net zoveel geld over de brug zouden komen als dat ik voor de schijnreden je papieren heb gezet, dat ik er dan over na wil denken. Dan heb je zeker een enorm bedrag genoemd. Denk je? 1 miljoen per persoon? 5 miljoen. Ah, dus ik heb het goed. Nee, per persoon. Je moet wel indruk maken op die jongens. Nou, er komt in ieder geval nooit een echte reden. Gelukkig niet. En wat ging je dan allemaal doen met dat telefoonnummer van die Dirk? Angela begreep er niks van. Dat ga ik je allemaal niet uitleggen, maar heb je wel eens gehoord van Pampus? Is dat niet dat eiland? In één keer goed.
Daar vandaan heeft Dirk gebeld. En daar gaan we hem morgen even een bezoekje brengen. En ben je daar dan achter gekomen? Een vriend van mij studeert psychologie. En die handelt ook in apparatuur waarmee je dingen kan controleren. Ik zocht hem op en hij heeft mij de gegevens gegeven. Oh, klinkt zeer gunstig. Klopt, meneer Dirk liegt niet. En we zoeken hem morgen op. En moet jij de jongens dan niet overtuigen? Straks ga ik bij Haas langs. Ik geef hem die opdracht. Hij is mij het meest vertrouwd. En dat gaat lukken? Daar komen we vanavond praten. Haas, kom eens mee praten. Johnny, jij hier. Hoe heb je me gevonden? Je zit hier vaak normaal bij Hazes, man. Die moest hij wel zijn. Wat kom je doen? Mijn broer opzoeken natuurlijk. Hoezo? Is er iemand dood of zo? Tante Sjaan, maar die heeft een paar jaar geleden de pijp aan Maarten gegeven, volgens mij. Echt leuk om je te zien, man. Eens gelijks. Ik denk, ik zoek mijn zon. Ik denk die kan geld halen of zo, of wil de bedroom bij elkaar hebben. Dat is dan weer jammer. Zit je zo in de geldnood dat je dacht dat ik geld kon halen? Ik heb geen rode cent meer. Ik heb alles verkocht. Ik woon nu bij Anita heen. Bij Anita? Leeft hij ook nog? Jeetje. Johnny, je zus leeft nog steeds. Poeh, dat klinkt niet best. Hoezo? Dat je zus nog leeft? Nee, dat je bij de inhoud nog loopt. Ik heb echt helemaal niks meer. Maar wat kom je doen nou? De reunie bespreken. De reunie voor de band? Ja. Hoe lijkt het je om volgende week donderdag in het bevoorhuis een optreden te geven? In de originele bezetting. Hoe wou je dat fixen? Nou, jou een paar contracten geven en zorgen dat jij de rest van de band bij elkaar sprokkelt. Hoeveel? 5 miljoen. 5 miljoen? Dat meen je niet. Ja, per persoon. Nee, dat is een geintje. Nee, dat is echt waar. Wat moeten we daarvoor doen? Optreden. En ja, optreden. Dat is eigenlijk geen waar ik dan. Wou je ook nog een album opnemen of zo? Ja, kan. Waarom niet eigenlijk? Ja. Hebben ze een brainwashed of zoiets? Nee, ik gebruik hele shoulders, maar dat zal waarschijnlijk dan wel net zo erg zijn. Echt goed, man. Hoe kan ik je bedanken? Door de bandleden weer bij elkaar te zoeken. Volgende week donderdag zie ik jullie in het vervoerhuis. Tot volgende week. Tot volgende week. Hey, ja, kom verder. Als kind zag ik mijn Hensen. Hey, man. Dat is lang geleden. Ja. Om je te zien. Ja. Maar ik moet even met je babbelen. Ja, dat is geen probleem. Mijn vliegtuig vertrekt over een uur, dus kan wel. Oké. Ja, ik sprak met Johnny. Die wil de band bij elkaar hebben. Oh, oké. Maar bedoel, hoe reëel is het? Ik bedoel, Johnny komt zijn band uit en Victor ligt vermoedelijk al onder de zoden met het buitje op zijn tuin. Ja, oké, dat is dubbel op, maar basgitaar, is dat nog een probleem voor jou? Nee, geen probleem, joh. Ik trek uit de stof en ik doe gewoon mee. Ik ben je man. Maar wil je wat drinken? Ja, lekker man. Nou, goede whisky, maar meegenomen oefening uit Schotland. Oké, maar jij moet toch vliegen? Ja, ach ja, ik bedoel, zijn er allemaal controles in de lucht? Ik ben ze nog niet tegengekomen. Nee, niet dat ik dat weet, maar ja, maakt niet uit, joh. Nee, maar het klopt op zich wel. Ik was laatst bij een fanclub meeting en toen hadden we het er ook wel over dat het niet inderdaad leuk zou zijn om de band hier eens naar bij elkaar te brengen. Maar ja, aan de andere kant, de antwoorden op de vraag zijn al aanwezig. En ja, in die formatie kun je natuurlijk retorische zaak niet meer aan elkaar kitten, zeg ik altijd maar. Ja, dus, dat zal wel, maar oké, whatever. Hoe gaan we met de vrouwen? Ja, goed. Ik correspondeer met een Poolse vrouw van BBS en ik heb laatst een foto gedaan dat Essie ziet eruit als een model. Dus kan je ja, het zal zeker, maar zijn er ook een mooie andere vrouw? Simone, met Johnny. Kan jij om 6 uur bij de Tweemshaven zijn? Mooi. Ja, natuurlijk moet je Angela meenemen. We gaan naar Pampus. We gaan Sandra ophalen. Ja, Haas doet al het werk. Hij is echt goed bezig. Het was zwaar leuk om met hem te praten. Bijna gezellig. Ja. Nou, neem in ieder geval goede bergschoenen mee, want het kan wel eens waaien daar. Oké, tot straks. Hoi. Nee, ze hebben me gevonden.
bij het water, kom. Zo blij dat we hier wat gevonden hebben. Anders ik wel. Wat een mafkees moet Dirk dan zijn. Ja, maar hij was gelukkig wel aardig. Wat heeft die gozer met vries? Hij plaatvries, hij leefvries en als je het mij vraagt is hij vries. Maar ik bedoel dat hij je zomaar achterliet. Nee, hij vergat me. Toen hij jullie zag aankomen sprong hij in zijn boot en weg was hij. Ik denk dat Johnny hem gewurgd had. Hoe hebben jullie hem erbij gekregen? We hebben hem opgebeld en ik kwam meteen langs. Ik ben zo blij hem weer eens te zien. Ik ook. Ik bedoel, het is toch een bekende Nederlander. Op school vertel ik altijd dat hij mijn vader is. Echt? Ja, hij was als een vader voor me en dat zal hij altijd blijven. Zelfs nu je hem zo lang niet hebt gezien? Zelfs nu nog. Ik wist gewoon dat als ik hem nodig had, hij er zou zijn. En zo dacht hij er ook over. Zie je wel? Nu alleen hopen dat hij Simone kan vinden, dan kunnen we gaan. Daar komen ze al! Sandra! Simone! De band Freeze komt weer bij elkaar. Volgende week donderdag geeft zij een kleinschalig try-out concert in het Beaufort-huis in Austerlitz. Bij dit concert zullen vrienden en kennissen van de band aanwezig zijn en gitarist Haas heeft laten weten dat ook alle leden van de fanclub welkom zijn. En als primeur mag ik alvast verklappen dat Vugelsang in het voorprogramma staat. Dit is natuurlijk fantastisch nieuws en ook ik als fanclublid wil dit voor geen goud missen. Of er meerdere concerten zullen komen is nog onduidelijk. Maar er zijn wel serieuze plannen voor een nieuw album. Als we meer nieuws hebben, hoort u het onmiddellijk. Is het me ook nog gelukt ook? Is het iets? Kom, laat het snel doorlopen voordat ze moeten. Haas echt zo ver gekregen om iedereen te regelen. Ja. En de platenmaatschappij werkt ook mee. Ja. Platenmaatschappij, Haas naar huis. Ja, nou, Johnny moest een idee bedenken om de mogelijke regeling te zetten. Dus hij vertelde aan de platenmaatschappij het echte verhaal, zodat hij wel mee moest werken met het plan. Dus die kwamen op hun beurt met nepcontracten met een extreem hoog bedrag. Zodat Johnny iedereen van de band zou kunnen overtuigen om mee te doen. Maar omdat Johnny er mogelijk achter kwam waar jij zat, en vraag me niet hoe, maar hij kwam erachter, heeft hij Haas de opdracht gegeven om de jongens weer bij elkaar te brengen, zodat hij met ons mee kan om jou op te zoeken. Dus, ik heb Haas kennelijk geluk, dus hebben we nog een probleem. Ja, er zijn nu wel contracten, maar er is helemaal geen concert. Gelukkig een try-out, maar ik denk niet dat Johnny daarop zit te wachten. Nee, dat kan ik me voorstellen met zulke vervelende bandleden. Oké. De jongens in de media vertellen dat het onzin was. En het echte verhaal. Maar laten we maar naar huis gaan. Er zijn hier zoveel mensen. Straks gaan ze Johnny nog om een handtekening vragen. Lijkt me een goed idee. Ik heb zitten denken wat we kunnen doen. Vertel! Als we het concert nou eens laten doorgaan, dan kunnen we Dirk de droppelen oppakken. Hoe wilde je dat doen dan? Dirk komt volgens Sandra echt naar het concert. Hij is zo gek als een deur, dus dat moet. En anders kunnen we het proberen. Hoe dan? Sandra maakt een tekening van Dirk. En die laten we zien tijdens het concert. Vraag aan het publiek goed om zich heen te kijken. En laat hem vervolgens oppakken. Dat is echt een geniaal idee, Angela. Dankjewel. Maar er is geen concert. Ik bel de jongens van de platenmaatschappij. Ik denk dat dat wel goed komt. Sandra, begin jij maar vast te tekenen. Oké. Welkom trouwe kijkers van Talpa, hallo allemaal. Op dit moment sta ik achter de coulissen bij het Beaufort-huis in Austerlitz en net is mij dit papier overhandigd waarop belangrijke informatie staat.
Fries gaat zo meteen beginnen aan zijn reunieconcert. In het voorprogramma staat Vogelsang, die jullie inmiddels op de achtergrond kunnen horen. Ze spelen erg hard, dus ik hoop dat jullie me kunnen verstaan. Er is hier zojuist iets heel bijzonders gebeurd. Een van de fans uit de zaal is op verzoek van de pleegdochter van Johnny overgeleverd aan de politie. Zij betrad een half uur geleden het podium en vertelde dat ze ontvoerd was geweest. Ze deelde daarna een pamflet uit en daarop had ze een schets gemaakt. En op basis van die schets is die persoon uit het publiek gearresteerd door de politie. Dit zou ook alles te maken kunnen hebben met de reunie van Freeze. Ik hoop dat Johnny zo even langsloopt, zodat we hem even wat meer kunnen vragen over het nieuws. Oh, wacht. Ik zie hem lopen. Johnny. Hey, goeiedag. Hoi, mag ik je wat vragen? Ja, natuurlijk. Er zijn zojuist allerlei dingen gebeurd. De politie is hier geweest. Mag ik commentaar? Ja, dat klopt. Maar kun je me er iets meer over vertellen? Nee, ik kan er heel weinig over vertellen. Want het politieonderzoek loopt nog, dus ik kan niks vertellen over wat er nu aan de hand is. Oké. Maar dat heeft wel indruk gemaakt en dat heeft je al gepakt. Ja, ik ben heel erg blij dat die klootzak gepakt is, want ik weet zeker dat het de dader is. Het is de ontvoerder van de pleegdochter. Oké. En dan het concept. Heb jij een beetje zin? Ik ben bloednerveus. Bloednerveus. Maar je hebt er wel zin in? Ik heb er zeker zin in, ja. Oké. Zijn er contacten tussen de bandleden Wernhammers hersteld na al die jaren? Ach, we kunnen weer met z'n vier en met z'n vijf moet ik zeggen eigenlijk. Ja, die ene die vergeet ik altijd. Oké. Goed. Wie heeft de reunie eigenlijk geregeld? Jij of je broer? We hebben het samen met platenmaatschappij. Oké. Gaan jullie hier vanavond ook nog nieuw materiaal spelen? Komt er een nieuw CD uit? Er zijn ideeën voor een nieuw album. En we beginnen het concert met Should I Stay or Should I Go? Een cover van The Clash. Oké. En verder nog nieuwe nummers? Amy the Shame is een nummer waar we op dit moment aan het werken. En ja, zoals het ernaar uitziet, er is een demo clip. En zoals het eruit ziet, komt die ook op een nieuw album. Oké, interessant. Is er al een naam voor een nieuw album? Het zal ongetwijfeld weer iets mas worden. Borstels en titels of Baakhangers en Mosplukkers. Iets geks. Oké. Blijven jullie nou goed bij elkaar? Of? Wie weet. hoe laat gaan jullie beginnen? Als Victor zijn drumsticks heeft gevonden, dan kunnen we beginnen. Maar ja, Victor kennen we. Dat kan nog wel even duren. Oké. De laatste vraag. Wat vind je van Vogelsang? Vogelsang. Hele goede band. Echt super. We hebben vanmiddag zelfs even met ze gepraat en gejamd. Dus het was echt leuk. Echt een goede band. Oké. Nou, bedankt voor je tijd. En veel succes aan het denken. Ja, dankjewel. Oké. Goed. Nou, dat was een unicum. voor Johnny begrippen erg spraakzaam voor de camera. Wij wachten rustig af tot het concert gaat beginnen. Tot die tijd kunt u kijken naar een collage van oud materiaal en we beginnen met de primeur, de democlip van het nummer waar Johnny zojuist naar refereerde. Het nummer is jarenlang het gaat lekker vanavond jongens, bij Talpa. Het nummer is jaren instrumentaal op de plank blijven liggen en de beelden bij de clip zijn ook al jaren oud. Nu hebben ze er echt een tekst onder geschreven en kunnen wij genieten van het nummer Ain't It a Shame.